Het is misschien wel een van de meest omstreden gebouwen in het centrum van Den Haag. De Amerikaanse ambassade aan het Lange Voorhout. Als 10 jaar geleden bekend wordt dat de Amerikanen naar Wassenaar verhuizen, gaan er zelfs ideeën op om het pand te slopen. Maar nu krijgt het een heel nieuwe toekomst. Het wordt waarschijnlijk een Escher museum en een 5-sterrenhotel. Dat betekent dat het vlakbijgelegen Escher in het paleis hier naartoe gaat verhuizen. Het gebied waar we staan, zeg maar, als museum, is natuurlijk geweldig met het Mauritshuis erbij en de andere musea. Alleen, de ambitie die we hebben om de mensen te bedienen die hier komen, zo langzamerhand hebben we er eigenlijk wel wat meer ruimte voor nodig. Escher is populair en wordt steeds populairder. We zijn de afgelopen 6 jaar verdubbeld in het bezoekersaantal, waarvan echt meer dan 50% uit het buitenland komt. En we groeien een beetje uit ons jasje. In de Haagse politiek wordt enthousiast gereageerd op de plannen. Vooral ook omdat dat 300 banen gaat opleveren. Omdat het een enorme stroom aan toeristen gaat trekken. Nou, dat is precies wat we daarna nodig hebben. Meer toeristen voor meer banen. Met de verhuizing van het museum en de bouw van een parkeergarage onder het toernooiveld ontstaat volgens de gemeente een aantrekkelijk gebied. Zeker als in het leegkomende paleis ook nog eens een museum voor Delfts Blauw komt. Heel veel mensen op de hele wereld vinden Delfts Blauw prachtig. Dus de verwachting is ook dat die daar naartoe zullen komen. Nou, dan heb je hier al, in dit hele kleine stukje Den Haag, heb je al heel veel musea. En dat trekt toeristen aan. De komende 3 maanden moet blijken of de plannen haalbaar zijn. U ziet zo'n verhuizing eigenlijk wel helemaal zitten. Het is lastig om niet heel erg enthousiast te zijn dan dat we nu al zijn. Ja.